Op 22 januari gaf Jacques Laurijs een lezing over de vergeten fotografen van de watersnoodramp van 1916. Het boek gaat over de fotografen van de watersnood. En bij die korte biografieën van de fotografen, waar eigenlijk nog nooit iets over geschreven is, heb ik ook een aantal dagboeken gezet in hun geheel. Dus het boek behandelt eigenlijk het hele overstroomde gebied. Dus niet alleen maar Purmerend of Waterland, maar gewoon alle delen van Nederland die ondergelopen zijn. Jacques is zich bewust van het huidige overstromingsrisico. Twee derde van Nederland ligt gewoon onder zeeniveau. En het is wel zo dat nu de afsluitdijk er is, de kans gewoon wel veel kleiner is geworden op een overstroming. Maar je moet er wel op beducht zijn dat het kan gebeuren. Die kan je wel tegen wapenen, maar in principe is informatie het belangrijkste. En je moet weten hoe tijdig je kan vluchten. Of wat je moet doen. Heel veel dingen zijn vergeten. Vroeger was men daar meer op beducht. Dus wat mensen al wisten, zeg maar, is dat je als je een dreigende watersnood was, dat je al je spullen in ieder geval op zolder moest zetten. En dat je zelf ook op zolder moet gaan zitten. Nog even de naam van het boek. Het boek heet Vergeten Water, met als ondertitel De watersnoodfotograaf van 1916. Rondom de herdenking van de watersnoodramp zijn dit jaar meerdere activiteiten. Kijk op waterkustland.nl voor meer informatie.